In het pand aan de Haagdijk in Breda wordt nog volop gewerkt voor de opening van aanstaande maandag. Niet alleen bouwvakkers zijn er volop bezig, ook de eerste huurders van een tafel die melden zich. Alle tafels zijn straks genummerd en dan zijn die zwart-witte kaartjes en dan zie je precies op welke tafel van u is. En dit is zo'n tafel die particulieren kunnen huren om hun spullen neer te zetten voor de verkoop. Hoef je niet naar een rommelmarkt de hele dag je tijd eraan te geven om voor een tientje te verkopen. Maar je kan je spulletjes op je kraam zetten of op je tafel zetten en dan wordt het voor je verkocht. En dus dan zie je op je bankrekening gewoon je centjes binnenkomen. En je mag eigenlijk alles verkopen behalve 18 plus. En geen levensmiddelen, geen drank en geen sterk geurende artikelen. Het moet ethisch verantwoord zijn. Het huren van de tafel kost €25 voor een volle week. Nee, het is heel hard in feite. Want als je op de markt gaat staan, ben je ook €30 per kraam kwijt voor één dag. Dus is dit heel verdedigend. Het concept komt overal uit Finland. Het bestaat daar al bijna 20 jaar. En heeft in Finland tussen de 600 en 800 van dit soort zelfservice rommelmarkten, zoals ze daar noemen. Eigengemaakte dingen mag je ook verkopen. En dan bovenin wat kleding die niet meer relevant is voor mij. Te groot is geworden, gelukkig. En die ga ik gewoon tweedehands ook aan de man brengen. De simpelheid en het gemak van dit concept trekt nu al vele kleine ondernemers aan. Je moet een bedrag geven om een kraampje te huren. En dan kun je een week lang je spulletjes laten verkopen. Je hoeft zelf niet aanwezig te zijn, want alles wordt via hier geregeld. En wat je verkocht hebt, wordt eind van de week het geld op je bank gestort. Dus je hebt eigenlijk zelf geen omkijkers aan. Hoe luiden de eerste reacties? Niks dan positiviteit. Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja, ik kan het beamen. Ik denk dat je hier in de winkel nu mensen kunt rondvragen. En wat vind je van mijn tafel? En het is gewoon een heel leuk idee. Het past helemaal in deze tijd. We helpen een hele hoop mensen. Je kunt wat extra geld bij verdienen. Je raakt van je eigen voorraad af. En je kunt als koper voor een hele leuke prijs kun je hele leuke producten kopen. De eerste Brabantse vestiging van Mijn Tafel uit Finland opent maandag 31 maart in Breda. Thank you.